De lente komt eraan, het zomerseizoen begint. Buitenspelen voor de kleine kinderen is nu weer heel belangrijk. En daarom gaan we vandaag de speeltuinen in Lansingerland allemaal testen. Ik heb daarvoor 3 testers meegenomen. Maurits en Jaylin en Hendrik. Kom op, we gaan hem testen. Koers, die kant op. Vol gas. Oké, wie het eerst aan de kant is. Gaat hij goed, Maurits? Ja. Wow, hij is wel cool. Goeie motor, wel op. Oké, hoeveel punten geven we voor de tuin van Vlondertje? 2 duimen allemaal. Nu zijn we in het Gouden Griffelplantsoen. Hoe is deze? We gaan hem testen, jongens. Ja. Wie gaat waarheen? Jaylin, waar ga je heen? Klimrek. Klimrek. Maurits, waar ga je heen? Ook een klimrek. Oh, deze is wat meer ook voor oudere kinderen, vind je? Dat hebben we dan vastgesteld. Gouden Griffelplantsoen, fantastische speeltuin, ook voor wat oudere kindjes. Hoeveel duimpjes krijgt deze? 2! Op naar de volgende. Hop. Dan gaan wij weer cijfers geven. Ja. Nee, omhoog. Allemaal duimpjes. Kijk, kom op. Nee, dat kan helemaal niet, jongens. Jullie kunnen niet allemaal in de auto. Inmiddels zijn we in Blijswijk aangekomen. De waterspeelplaats aan de Guttostraat. Ook hier voldoende speelplaatsen om te testen. Hoeveel duimpjes krijgt u? 2. Allemaal 2 duimpjes? Oké, op naar de volgende. Niet hard, hè? Ah, wel hard draaien, niet te hard springen. Wow! En 2. Allemaal 2 duimpjes omhoog? Fantastisch. En Jaylin, waarom geef jij 2 duimpjes omhoog? Het is gewoon superleuk. Superleuk? Ja. Nou, ik vind het een hele leuke speeltuin. En daarmee beëindigen we de testen van de speeltuintjes in Lansingerland. We zijn in Berkel geweest, we zijn in Bergzoek geweest en we zijn in Blijswijk geweest. En we hebben heel veel leuke speeltuintjes gezien. Kom naar deze speeltuinen. Want speeltuinen hier zijn echt te gek.